Ik ben Kim de Meij, ik ben 26 jaar oud. Ik woon in Schaarendijken. In Schaarendijken, Brouwershaven, zit ik ook bij de vrijwillige brandweer. Daarnaast geef ik hulpverlening grote huisdieren binnen de brandweer. En ik ben trots op Zeeland. Ik ben in Bruinisse opgegroeid. Ja, ik ben echt een natuurmens, platteland. Dat is echt mijn, waarover ik graag ben. Dus waar op het eiland, in de polder, dat maakte me niet uit als ik maar in de polder ging wonen. Ik vind het landschap hier in Schouwen mooi, de ruimte. Het is geen dorpje op dorpje. We zijn hier op de boerderij in Burgraamsteden. Ik ben hier omdat ik hier met het paard zo meteen de training voor de brandweer ga geven. Ik geef eigenlijk brandweermensen handvaten om die beesten veilig te kunnen evacueren uit de sloot bij een brand. Als ze bekneld zijn, zowel paarden, koeien, schapen, varkens. Dat touw eigenlijk achter de oren langs over de nek. Wat belangrijk is dat je eerst even dat paard aait, anders dan schiet hij opzij. Ik heb ook wel paarden in nood moeten redden. Vorig jaar nog een keer. Toen hadden ze hier in Burgraamsteden een paard in de sloot. Dat ging niet zoals dat het moest, lag op een hele moeilijke positie. En toen hebben ze uiteindelijk mij erbij gehaald om te vragen hoe ze dat het beste aan konden pakken. En zo zijn we samen bezig geweest om hem eruit te halen. Strak genoeg of nog? Ja, nee, dat is helemaal perfect. We hebben allemaal Zeeuwse trekpaarden. Ik heb zelf twee paarden. Mijn schoonvader heeft er thuis 25. Ja, dus hij kan eigenlijk niet los. Maar het voordeel is, als ze nou op de grond terechtkomen en gaat slap, trekt hem naar voren. Kijk, zie je, dan is het er ook zo uit. De Zeeuwse trekpaarden zijn mooi, log. Ik vind het mooi dat ze een pittig karakter kunnen hebben, maar dat je er ook nog mee kan werken zoals vroeger. Komt u mee? Ze zijn meestal heel relaxed. Maar op het moment wanneer het moet, kunnen ze ook echt de power hebben. En dan kan je deze voorzichtig loslaten. Moet je niet in één keer doen, want dat het in één keer tegen de buik aan klapt. Die buik aan, dat snap ik. Brandweer is echt mijn passie. Het mooiste vind ik de acute hulpverlening. En daarbij ook het echte handelen. Ik ruk ongeveer 35 keer per jaar uit. Ik doe het op vrijwillige basis, omdat ik het erg mooi vind om dit te doen en mensen te kunnen helpen. Dus belangrijk is dat hij zo hoog mogelijk zit en dan lekker strak. Dan kan hij er niet zomaar uitkantelen. We gaan het paard nu niet ophijsen. Dat proberen we zo min mogelijk te doen, maar dat is voor het paard zo heel onnatuurlijk. Ietsje laten zakken, want ze gaat hangen. Ja, ja. Goed zo, braaf. Ik heb een klein poosje gedacht om misschien ooit te emigreren naar het buitenland vanwege mijn vak binnen de melkveehouderij. Maar ik zou hier toch niet weg willen. Ik zit hier gewoon op mijn plaats. Ik heb hier alles, ik ken hier alles. En ik ben hier gewoon gelukkig. Oké, ja, ik neem hem over. Nou kijk, en dan is hij eigenlijk vrij soepel weer uit. Hebben jullie hier nog vragen over? Trots op Zeeland. Kijk ook op onze Facebookpagina.